zondag 15 maart vond het jaarlijkse krombroodrapen plaats in Sittard. 'S Ochtends werden de broodjes in de heilige mis gezegend en rond de klok van 2 bracht een stoet de broodjes richting Kolleberg. Bij de kogelvanger, net onder de Sint-Rosa-kapel, gooit het krombroodrapencomité traditiegetrouw de broodjes naar de grabbelende en graaiende kinderen die zich op de berg verzameld hebben. Vera Hendricks legt uit waarom het comité het krombroodrapen organiseert. Het is natuurlijk Sittards oudste traditie en die willen we graag in stand houden. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen en omdat het natuurlijk enorm leuk is. Dus wie lang besteedt het krombroodrapen al? Heel, heel lang. In deze vorm is het eigenlijk al sinds 1932, maar zelfs in de gemeentepapieren kan ze het krombroodrapen terugvinden tot in de 15e eeuw. En wat is de achtergrond ervan? Waarom werden er broodjes de berg afgegooid? Er zijn twee verhalen. Eén is het godsdienstige verhaal en de andere vooral, wat veel meer aan vasthouden, is het vooral van dat de rijken, die hebben op het laatst van de winter nog best veel etensvoorraad en de armen steeds minder. En dan ogen de rijken die gooiden of goven de armen brood en eten. En dat is dan een stuk van het verhaal. En als dan kijkt naar het godsdienstige verhaal, waren het dan met Lataren Zondag, dus half vaste, dat de papa's het brood verstopte van de kindjes en de kindjes gingen dat zoeken. En mensen die geen tuin hadden, die dogen dat op de Kolleberg. En waarom zijn de broodjes krom? Ja, krom. Dan komen we weer terug op het verhaal van de rijke mensen. Die hadden dus brood en nette producten, maar die gooien natuurlijk niet hun mooiste brood weg. Die gooien dan hun kromme, het minder mooie brood, gooien ze weg. De kromme broodjes. En hoeveel broodjes zijn hier vandaag de berg afgegooid? We hebben er 8000 gebakken. Rondom de 8000. En ze zijn niet allemaal uitgegooid, want we gaan er nog even een paar wegbrengen. Maar de meeste zijn uitgegooid, dus hangt er maar vanuit dat een 7000 zeker gegooid zijn. Vond ze ervan van het broodjes vangen vandaag? Leuk. En heb ze veel broodjes gevangen? Ja. Wie veel? Weet ik niet. 10. Ik vond het heel ziek, het krombroodrapen. Vannacht het schootje regent. Nu waren het droog, dus voor de kinderen was het natuurlijk een schoon evenement. Hè. En wie wordt de scoren vandaag? Ja, zo te zien hebben de kinderen toch genoeg gerapen. Een stukje of 30. Zo, lekker. Hoeveel broodjes heb je gevangen? Zoveel. En is het moeilijk om krombroodjes te rapen? Nee, want mijn broertje had al de gouden gevangen. Het gouden broodje werd tussen alle andere broodjes uitgeworpen. De vanger van dit bijzondere broodje won een leuke prijs. Het broodje kwam met mijn gezicht en toen viel hij in het zakje. En wat heb je nu gewonnen? Een jaar abonnement op Gaia Zoo. En hoe vaak mag je nu naar de dierentuin? Weet ik niet. Ondanks het tegenvallende weer was de organisatie tevreden met de opkomst. Gezien de weersomstandigheden, het is toch best ook fris, maar het is droog. Eigenlijk wel redelijk volgens verwachting. We hebben hele mooie jaren gehad met hartstikke veel zon. Ja, dan staan hier duizenden mensen. En regent het, dan zitten er maar een paar honderd.